Ik ben Renske Greef. Ik ben 22 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik heb 3 boeken geschreven en ik ben nu bezig met een nieuwe boek. En dat moet mijn eerste echte roman worden. Vragen naar mijn lievelingsboek is een beetje aan een moeder vragen naar haar lievelingskind. Ik lees echt al heel lang heel veel. Ik snap ook niet dat mensen zonder kunnen. Dat vind ik echt heel bizar. Ik moet ook lezen voor het slapen gaan bijvoorbeeld. Ik denk dan bijvoorbeeld met seks in Afrika, wat natuurlijk alweer een heel ander onderwerp is. Daar heb ik wel juist geprobeerd te richten op jongeren, omdat ik vond dat daar die doelgroep aangesproken moest worden. Ik denk dat als mensen of jongeren op een toegankelijke manier in aanraking komen met literatuur, dat dat altijd wel goed is. En ik denk ook dat je bijvoorbeeld inderdaad met voordrachten of lezingen of festivals, waar ook heel veel mee wordt gedaan, dat je daar ook een nieuwe groep mensen mee kan aanspreken om toch te komen luisteren. Juist ook mensen die goed berichten over jonge cultuur. Ja, dat moet juist heel interessant zijn voor alle mensen die er niet zoveel van af weten. Die ziet er wel vaak een tendens dat jonge schrijvers ook over hun eigen wereld berichten. En ik denk dat daar wel genoeg cultuur dan in zit. Ik ben Niels, ik ben 26 jaar. Ik woon in Utrecht en ik zou heel graag schrijver willen zijn. En ik ben de schrijver van 2 boeken. De eerste is Toiletten, dat is een hele dunne. En de tweede is Sneeuwroop, dat is een iets dikkere. Ik hoop de komende tijd heel veel tijd te hebben om mijn derde boek af te maken, wat dan hopelijk volgend jaar verschijnt. De eerste was Arno Grunberg, die gaf mij voor het eerst het idee dat schrijven niet saai hoeft te zijn. Dat je als jonge schrijver iets kan neerzetten wat doet denken aan het echte leven en toch boeiend kan zijn. Dus je hebt me eigenlijk aan het schrijven gebracht. De eerste 2 boeken heb ik heel erg vanuit mezelf geschreven. Een bepaald verhaal bedacht en dat op een zo goed mogelijke manier voor mezelf opgeschreven. Ja, dus ik probeer er een geheel van te maken, hè, met een kop en een staart. Laatst las ik dat iemand zei dat er tussen jeugdliteratuur en volwassen literatuur, dat er een soort gapend gat gaat. Is het heel erg vooral een informatieprobleem, een communicatieprobleem. Jongeren denken dat het niet leuk is om te lezen, maar eigenlijk is het wel heel erg leuk. Althans, als ze de goede boeken vinden. Het schrijven van boeken is wel echt het leukste. Het is nu nog een hobby, maar ik hoop dat ik er ook nog eens mijn werk van kan maken. Hassan Baren, ik ben 27 jaar. Ik woon in Amsterdam en ik ben sinds maart ben ik aan het schrijven. Dat is gewoon zo gekomen. Ik ging altijd vroeger met mijn zus mee naar de bibliotheek en die las ook heel veel. Ik heb een hele brede smaak wat dat betreft. Ik lees echt alles waar ik mijn hand op kan leggen. Ik wil de jonge cultuur beschrijven en dan automatisch, ja, dan is het bijna automatisch alsof je voor die jongeren schrijft, wat natuurlijk niet altijd het geval is. En dat ben ik nog niet helemaal echt goed tegengekomen in de Nederlandse literatuur. Dus ik vond het bijna een soort plicht om het daarover te hebben. Ja, weet je, het ligt al bijna eigenlijk in die vraag van jou besloten. Hè? Dat eigenlijk als iets heel negatiefs wordt beschouwd. Of dat je dan maar een Marokkaanse schrijvertje zou zijn en zo. En ja, ik kom toevallig dan uit een Marokkaans gezin. Ik ben in een volstrekt Marokkaanse omgeving opgegroeid. Dus ik zou ook nergens over, tenminste op dit moment, nergens anders over willen schrijven. Het kan mij niet heel veel schelen wat anderen ervan vinden. En natuurlijk, iedereen zal je altijd wel in hokjes plaatsen. Maar nou, ik eigenlijk scheiden.